Extrema Outdoor vindt zaterdag weer plaats bij Aqua Best. Dit jaar onder de naam XO, wel zo gemakkelijk in de digitale wereld. Er wordt toch hard gewerkt om alles in orde te maken voor zaterdag. 40.000 bezoekers komen voor 12 live acts en 70 DJ's waarvan David Guetta de grootste naam is. De wereldster die maakt meer hits als Michael Jackson zeg maar, in zijn tijd. Maar LMFO is ook zeker super grappig om te zien. Ik kom met 40 man personeel en dansers en noem maar op een podium. Nero Live is echt een aanrader. Paul Kalkbrenner als openingsact. Elk jaar willen wij een openingsconcert doen in de Mainstage Indoor. En Paul Kalkbrenner is de eerste die dat gaat doen. En dat begint om 1 uur en dat wordt echt een fantastische openingsceremonie. Het weer zat vorig jaar niet mee. En ook deze week valt de regen met bakken uit de lucht. Marcel Mingers houdt het weer de hele dag in de gaten. Ik heb ongeveer 10 websites open. Maar we hebben ook een paar professionele sites waar ook wel wat regen verwacht wordt. Maar het is echt een buitje in de middag. Vanaf 5 uur tot 7 uur kan het een buitje vallen. Maar de rest komt een beetje zon en zonneschijn. Dus nou ben ik net Piet Paulus maar. Er zijn nog 2.000 tot 3.000 kaarten in de voorverkoop beschikbaar. Op internet zijn ook mensen die zeggen dat Extrema te commercieel is geworden. Daar heb ik wel een mening over, want we hebben nog 70 DJ's en 12 live acts, waarvan er 2 commercieel zijn, David Guetta en LMFAO. Maar een Goldfish, een Too Many DJ's, een Paul Kalkbrenner, een Nero, een Bloody Beetroots, een Kevin Sonnensen, een Luciano. Noem het maar op, zijn allemaal namen die helemaal niet zo commercieel zijn. Dus je kunt gewoon met Extrema gewoon een paar routes volgen. Als je lekker een beetje wat lekkere handjes in de lucht muziek wil, dan ga je naar David Guetta, naar Hartwell of naar LMFAO. Wil je lekker een beetje wat de diepte in, dan ga je naar een Kevin Sonnens van Kenny Larkin kijken, Luciano, Too Many DJ's. Wil je lekker chillen, dan ga je lekker naar de chill areas en dan heb je gewoon jazz en achtermuziek. Dus voor iedereen wat wil, je hebt echt een paar dimensies in het festival waar je naartoe kunt gaan. Dus ik vind het helemaal niet zo commercieel. Maar echt gewoon voor iedereen wat wilt. Lees vrijdag meer in het ED.